Hoe werkt de warmte-koude opslag van de Universiteit Utrecht? Het is eigenlijk best simpel. Onder het Utrecht Science Park hebben wij meerdere bellen water op 50 meter diepte. De ene bel is koud en de ander is warm. In de zomer pompen we het koude water door onze gebouwen heen om ze af te koelen. Het water is hierdoor nu opgewarmd en verdwijnt in de warme bron. Daar blijft het tot we in de winter de gebouwen willen verwarmen. Dan draaien we het proces om en gebruiken we het warme water en een warmtepomp om de gebouwen lekker warm te krijgen. Klinkt logisch, toch? Maar we hebben het nog slimmer aangepakt. Soms is de warmte-koude vraag namelijk zelfs binnen een gebouw op te lossen. Een serverruimte die altijd warmte afgeeft, kan bijvoorbeeld in de winter de collegezalen verwarmen. Als er dan per saldo nog steeds vraag is naar extra warmte, kijken we of we dat bij de gebouwen onderling kunnen regelen. De gebouwen zijn namelijk aangesloten op een ringsysteem met een koude en een warme leiding. Pas als de hele ringleiding extra warmte nodig heeft, pompen we meer warm water uit onze bronnen en laten we het koude water weer de grond inzakken. En in de zomer gaat het natuurlijk precies andersom. Met dit systeem reduceren wij de totale energievraag van het hele gebied met 17% en zijn we veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Meer weten? Ga naar uu.nl/wko.